onderaan het altaar nummer 56 in de serie Ezechiël Openbaring. Vandaag Openbaring 6, vers 9. En toen het Lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Ik weet nog heel goed hoe ik als jongen van een jaar of 16 mijn vader hielp bij het lossen van de Bijbels in Oost-Europa. Het ging onder de dekmantel van een gezinsvakantie, maar intussen brachten we honderden Bijbels en christelijke boeken het land binnen. Bij de grens kon je teruggestuurd worden als je gepakt werd. Dat gold natuurlijk ook in het land zelf. Voor de contacten ter plekke gold dat hen gevangenisstraf wachtte als ze werden opgepakt met Bijbels. Je voelde altijd de dreiging als je in die landen reed. Soms werd je achtervolgd door een auto. Je moest je melden op het politiebureau. Je gesprekken in de hotelkamer werden afgeluisterd. In iedere agent zagen we een mogelijk gevaar. We haalden altijd weer opgelucht adem als we het land uit waren. Je proefde iets van christenvervolging. Christenvervolging, dat is de inhoud van het vijfde zegel. De zielen onder het altaar zijn gedood omwille van het getuigenis dat zij hadden. De belijdenis dat Christus Heer en Meester is in ons leven roept conflict op. Mensen willen hun leven niet uit handen geven. Ze willen zelf Heer en Meester zijn. Ni Dieu, ni maître, op zijn Frans. Geen God en geen meester. De zielen liggen onderaan het altaar. In Openbaring wordt het parallel genoemd met de aardse tempeldienst en de hemelse heerlijkheid. Wanneer de zielen liggen onderaan het brandofferaltaar, dat hier bedoeld zal zijn, wordt hiermee aangegeven hoe ze als het ware helemaal verteerd zijn. Hun levens zijn verteerd in de dienst van God. Maar nu wachten ze op Jezus terugkomst, onder aan zijn troon. Hoe anders is dat bij Ezechiël? Daar liggen de gesneuvelden rondom de afgodsaltaren. Ze liggen daar als het ware in aanbidding voor hun nietsen, hun stinkgoden. De opening van het vijfde zegel houdt ons een spiegel voor. Wie dienen wij? Wie staat er in ons leven op de eerste plaats? Dat zal ook bepalend zijn voor je toekomst. Een plaats onderaan het altaar, in de hemel of rondom de altaren van de afgoden. We hebben een keuze te maken. De opening van het vijfde zegel dwingt tot de keus: God of een afgod. Wat is jouw keuze?